Maandag en dinsdag zijn extra dagen waarop gestemd kan worden. Vooral bedoeld voor mensen uit risicogroepen die kwetsbaarder zijn voor het virus. Bij het inrichten van de stemlocaties zijn allerlei extra maatregelen genomen om veilig en coronaproof te kunnen stemmen. In iedere stemlocatie hebben we een in- en een uitgang, dus mensen passeren elkaar niet. Dus er is altijd een routing. Bij de tafels van de voorzitter en de stemleden zijn kuchschermen, er zijn face shields, er zijn handschoenen. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om je eigen te beschermen tegen corona, die hebben we aanwezig op iedere stemlocatie. Kiezers moeten in het stembureau een mondkapje dragen en hun identiteitsbewijs voor het kuchscherm aan de stembureauleden tonen. Daarna kan in het stemhokje gestemd worden met het traditionele rode potlood. Normaal gesproken ligt het potloodje vast aan een kettingje, zoals iedereen weet, in het stemhokje. Maar iedereen krijgt zijn eigen potlood en die mag je ook meenemen. De stemhokjes worden tussendoor regelmatig gereinigd. Dit stembureau in het stadhuis is al bijna klaar. De inrichters hebben bij hun voorbereidingen overal aan gedacht. De grootste uitdaging is de routes in de stembureaus en dat er goed opgelet wordt. We hebben vanuit de gemeente Lelystad overal een gastheer en een gastvrouw staan, sommige locaties wel twee, die zorgen dat de mensen zich aan de regels houden. Dat is heel belangrijk natuurlijk, 1,5 meter en noem het allemaal maar op. Kiezers die toch liever niet persoonlijk naar een stembureau willen, kunnen iemand anders machtigen om voor hen te stemmen.